Etec Warmte Passewaai BV is de nieuwe exploitant van het warmte-koude opslagsysteem in buurt 7 van e Etec neemt de exploitatie over van Ecomaat BV. Betrokken partijen in buurt 7 van Passawaai, waaronder de gemeente, gingen eind 2014 op zoek naar een nieuwe exploitant voor het WKO-systeem. Dit nadat het oude systeem veel storingen en defecten veroorzaakte. Volgens veel bewoners schakelde het systeem voortdurend over op gas, waardoor er weinig terecht kwam van energiebesparing en CO2-reductie. Als gevolg van de problemen besloot ontwikkelaar SEPGEM om woningen aan te sluiten op aardgas. Het was aanvankelijk de bedoeling om de hele wijk te koppelen aan een gezamenlijk systeem van aardwarmte. Daar is dus tot op dit moment weinig van terecht gekomen. ETEC gaat bewoners binnenkort informeren over de overname. Daarbij komen ook de nieuwe tarieven en voorwaarden aan bod.